De gemeente Ede investeert ruim 300.000 euro in dierenasiel De Hof van Ede aan de verlengde Arnhemse weg. Het asiel waar dieren uit Ede, Wageningen en Renkum worden opgevangen is flink verouderd. Ja, De Hof van Ede heeft de afgelopen zeker 10 jaar eigenlijk geen onderhoud gehad. Nu we weten van de gemeente Ede wat de geldelijke bijdrage is, gaan we meteen aan de gang om te kijken met een aannemer wat we kunnen gaan doen. Welke gelden wij als dierbescherming ook beschikbaar hebben om te zorgen dat het Hof van Ede zo snel mogelijk compleet gerenoveerd gaat worden. Wij hebben op aangeven van de dierenbescherming, die vorig jaar eigenlijk de noodklok geluid heeft, gekeken naar de mogelijkheid om deze voorziening, die ook een wettelijke grondslag heeft, op het niveau te brengen waar het vandaag de dag aan moet voldoen. Op aangeven van de raad is er zelfs nog 50.000 euro extra op het bedrag gezet, zodat we op bijna 330.000 euro in totaal komen om duurzaamheid ook een extra aandachtspunt te laten zijn in het opknappen van het gebouw. We hebben net aan de wethouder toegezegd dat ze toch uiterlijk februari 2018 een opening kan gaan bijwonen. Wat gaat er met de dieren gebeuren straks tijdens de verbouwing? We hebben binnen dierenbescherming gelukkig meerdere asielen. Er is ook een groot asiel in Apeldoorn. Dus we gaan de dieren overbrengen naar de asielen die wij in de omgeving hebben. En Apeldoorn is slechts een half uurtje rijden, dus dat gaat helemaal goed komen. De wethouder wil de hele keten voor dierenopvang in de gemeente aanpakken. Daarom gaat er vanaf nu ook een jaarlijkse subsidie naar de dierenambulance. Die stichting is erg blij met de bijdrage van de gemeente. Dat is heel belangrijk, want we hebben 2 auto's rijden. We rijden volkomen op vrijwilligers en donaties. Dus als je een auto rijdt, u weet hoe duur het is. Benzine en auto's die gaan kapot. En er moeten vernieuwe auto's. Dus wij zijn daarmee bezig. Het is gewoon ontzettend belangrijk om dat te hebben. Het kwam van nul af. Dus de dierenambulance was is nog steeds een aparte stichting die eigenlijk volledig met vrijwilligerswerk en dat echt fantastisch het werk doet. En wij hebben gemeente als gemeente Ede dat het toch wel goed is om in ieder geval gewoon, en dan is het 9.500 euro, hen ter beschikking te stellen om hun taak op een goede manier uit te kunnen voeren. Want het is een hele keten, het ophalen van de dieren en het ergens naartoe brengen, het asiel waar ze kunnen worden opgelapt, onderbiedig gezegd en kunnen worden verzorgd. Zonder deze subsidie, had u het dan nog gered? Dan zouden we andere dingen moeten gaan doen. En ja, wat weet ik niet. Dus ga je ook niet zoeken als je een subsidie krijgt. De dierenambulance is deels geholpen met de bijdrage van de gemeente, maar heeft nog te weinig vrijwilligers. Ook die zijn belangrijk voor de stichting. Wij zoeken nog een voorzitter. Ja, onze voorzitter die had andere dingen. En die, wij zoeken dus met spoed een voorzitter en ook nog chauffeurs.